De start is gevallen. Start valt. Naar de buitenzijde is generaal Bianco goed weg. Galvani Boko, de trainingsgenoot, of de stalgenoot, gaat mee aan de relingzijde. En galopaden van de drie, Gusty Rhythm. Nummer 3 galop. Paarden gaan de eerste bocht in. Daar is voorlopig het Merwestaal vooraan. Aan de buitenzijde wordt nu doorgedrukt door Galvani Boko en die neemt de leiding over. Galvani Boko, generaal Bianco. Zo lag het destijds ook toen dat record voor 2 jaar werd gelopen. Toen won trouwens het paard dat nu tweede ligt. Derde aan de buitenkant is Schofie Greenwood. 4e plaats voor Griff Junior. 5e plaats ligt Gento. Dan gaan we verder naar achteren. Dan zien we daar Gigolo. De voorlaatste plaats is voor Gwendolyn Flevo. En laatste voorlopig is Giovanni Bianco. Goffy Greenwood aan de buitenzijde gaat nu terrein goed maken. Tesla zal hem niet zomaar voorbij laten. Zal hem voorlopig in ieder geval even opvangen. Daar heeft hij alle schijn van. Paarden gaat de linkerbocht in. Goffy Greenwood krijgt 0 op het rekest. En inparkeren kan ook niet, want er ligt een andere oranje combinatie achter. En dus krijgt Goffy het even lastig in die bocht en wordt hij nu weer ietsje teruggenomen. Galvani Boko, buitenzijde, daarachter ligt Goffy Greenwood. Daarachter aan de relingzijde generaal Bianco. En daarachter kan Robin Bakker dat hele mooie duel aanschouwen op plaats 4 met Griff Junior. Ligt er eigenlijk perfect in. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Griff Junior gaat nu ook naar het tweede spoorpak, de rug van Goffy Greenwood. Zo gaan ze de laatste ronde in. Leiding in handen van Galvani Boko, die heeft het tempo uit de koers gehaald. Goffy Greenwood dringt niet aan. Maar daarachter aan de relingzijde, generaal Bianco. 4e is Griff Junior. 5e plaats voor Gento. 6e is Gigolo. 7e plaats Gwendolyn Flevo. En 8e is Giovanni Bianco. Paarden ronden de rechterbocht. Wacht eens op het moment dat Goffy aanvalt of Tesla harder gaat rijden. 1 van de 2. En volgens mij gebeurt het laatste op dit moment. Tesla gaat ietsje harder. Zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. Leiding nog altijd in handen van Galvani Boko. Buitenkant schuin daarachter is het Goffy Greenwood. Daarachter is generaal Bianco en dan Griff Junior. Veld daarachter schuift dat in elkaar. Gento komt dichterbij. Daarachter volgt dan in het tweede spoor. En ook die komt ietsje dichterbij. Gwendolyn Flevo. Zo gaan de paarden de laatste 500 meter in. En nog altijd is er niets veranderd. En heeft Goffy Greenwood nog altijd geen vinger uitgestoken naar de koploper. Zal die straks ongetwijfeld wel gaan doen. Het tempo zal straks omhoog gaan. De paarden gaan de laatste bocht nu in. De buitenzijde komt hij ietsje dichterbij. Goffy Greenwood. En inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. Aan de relingzijde Galvani Boko. Aan de buitenkant Goffy Greenwood. Goffy Greenwood aan de buitenzijde heeft nu een neusje voorsprong. Daarachter Griff Junior gaat mee naar voren. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Goffy Greenwood aan de buitenzijde. Aan de relingzijde Galvani Boko. Goffy is er voorbij. Daar aan de buitenkant komt nu ook Griff Junior. Gaan op weg naar de streep. Daar komt ook generaal Bianco vrij. Generaal Bianco gaat nu hard. Maar Goffy is veel te sterk. Goffy Greenwood helemaal alleen. Tweede is generaal Bianco. Derde Griff Junior, 4e geweldige eindsprint van Gento.